Welkom terug, ik ben Mel van den Berg en dit keer ga ik Windows 7 opstarttijd testen met de Crosshair Solid State Drive. Deze heeft een 34 nanometer chip en heeft een opslagcapaciteit van 20 gigabyte. Ik heb hier een timer bij me om te kijken wat de daadwerkelijke opstarttijd is. Het is 23 seconden. Let op, deze installatie is niet helemaal clean. Deze heeft bijvoorbeeld al wat dingen geïnstalleerd en ook de drivers en staat ook verschillende dingen op de achtergrond op. Nou, wie toch zijn, kunnen we meteen kijken hoe snel die afsluit. Ja, dat was 5 seconden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.